Vandaag ga ik jullie met behulp van theorie, voorbeelden en opdrachten uitleggen wat de present simple is in het Engels. De voorbeelden worden aangegeven in de bijbehorende voorbeeldhokjes. In deze video zullen ook een aantal opdrachten toegevoegd worden die je kunt maken. Hou je schrift dus bij de hand. Bij deze opdrachten hoor je het volgende geluid. De verschillende onderdelen worden aangegeven met behulp van de volgende afbeeldingen. Deze afbeeldingen geven uitleg. Lees of voorbeeldopdrachten en maak opdrachten aan. De present simple is een vorm van de tegenwoordige tijd. Deze werkwoorden worden altijd gebruikt als de volledige stam van het werkwoord. Als eerste is het belangrijk om te weten dat je de present simple kunt gebruiken in drie situaties: bij feiten, bijvoorbeeld wanneer je zegt Most women like shopping. Bij gewoontes en dit zie je in de zin My brother shaves every day. En wanneer iets een algemene waarheid is. Bijvoorbeeld, Mother always gets free flowers. Hiervoor worden ook de signaalwoorden always and never gebruikt, die in de volgende dia voorkomen. De vorm waarin de present simple voorkomt is nu duidelijker. Maar hoe kun je deze vorm makkelijk herkennen? Hier worden signaalwoorden voor gebruikt. Wanneer de volgende signaalwoorden in de zin voorkomen, weet je dat je de present simple moet gebruiken. Deze signaalwoorden zijn always, often, usually, never, sometimes, ever, seldom, every. En ook komt de present simple voor wanneer er een specifieke tijd of plaats wordt aangegeven, zoals in the morning en today. Een opdracht. Nu mogen jullie zelf kijken of jullie de present simple herkennen. In beeld verschijnen een aantal zinnen. Je moet de nummers van de zinnen die in de present simple staan opschrijven. Schrijf de nummers in je schrift. Jullie krijgen 90 seconden de tijd. Wanneer de opdracht af is gelopen, hoor je opnieuw een belgeluid. Mocht je echt nog niet klaar zijn, dan kun je de video altijd even op pauze zetten. Iedereen klaar? De antwoorden zijn 1, 3, 4 en 6. Nu we de present simple kunnen herkennen, wordt het tijd om te leren hoe je het zelf moet vervoegen. Daar hebben we het volgende schema voor opgezet. De present simple bestaat uit de stam of de stam plus s. In de praktijk met het werkwoord work ziet dat er als volgt uit: de stam van het werkwoord is work en wordt gebruikt bij I, you, we, you. And they. Zoals je ziet komt de stam plus s alleen voor bij de derde persoon enkelvoud. Om dit te onthouden is de shit-regel opgesteld. Dit is een ezelsbruggetje om te onthouden dat er een s toegevoegd wordt aan she, he en it. Wanneer je de eerste letters van she, he en it samen bij elkaar voegt, krijg je shit. Nu ga je de present simple zelf vervoegen. Er verschijnen vijf zinnen in beeld waarbij je de juiste vorm van het werkwoord moet invullen. Vergeet niet te denken aan de shitregel. zijn de antwoorden. This teenager refuses to leave the store? My two brothers always spend a lot of money on candy. The customer notices us? You seem to be very rich. And my parents wash their car twice a week. In the present simple zijn ook uitzonderingen op de basisregels die we in deze video hebben behandeld. Deze uitzonderingen worden in de tweede video uitgelegd.